Welkom, we gaan vandaag kijken naar het vraagstuk ammoniak van het CCVS-CCVX voorbeeldtentamen scheikunde 1. De eerste vraag gaat over ammoniak. Leg uit hoe het mogelijk is dat 100 liter ammoniakgas goed oplost in 1 liter water, onder vorming van ongeveer 1 liter oplossing. Er zijn eigenlijk twee dingen in de vraag. Waarom lost ammoniak goed op in water? En waarom lost nou 100 liter ammoniakgas op in maar 1 water? Zo lijkt het slechts. Laten we even kijken. In eerste plaats lost ammoniak gewoon goed op in water. Ammoniak en water kunnen onderling uitstekend waterstofbruggen vormen. Een NH-groep van ammoniak kan een waterstofbrug vormen met een OH-groep van het watermolecuul. Tweede punt met die hoeveelheden. Als je uitgaat van 1 liter water, waar die 100 liter ammoniakgas in moet gaan oplossen. En we kijken eens eventjes naar die exacte hoeveelheden. 1 liter water is 1000 gram. Even globaal aangenomen. Het aantal grammen delen de molaire massa is 55,5 mol. Hier zit dus 55,5 mol water. En 100 liter ammoniak is wel 100 liter van een gas. En hoeveel mol is dat? Kun je uitrekenen met molair gasvolume. V gedeeld door molair gasvolume is 100 gedeeld door 24,5. We mogen 24,5 gebruiken omdat de temperatuur 298 Kelvin is en P is P0. Dan geldt voor het molair gasvolume 24,5 liter per mol. Dan gaat het hier dus om 4,1 mol ammoniak. En als je dat in verhouding ziet, dus 4,1 mol ammoniak zich nog gaat wringen tussen 55,5 mol watermoleculen, dan is het wel goed voorstelbaar dat deze hoeveelheid oplost in het water. Die ammoniakmoleculen lossen goed op in het water vanwege die waterstofbruggen, maar die kunnen ook makkelijk in die ruimtes tussen die watermoleculen zitten. Heel misschien dat het niveau hier ietsje zal stijgen, maar veel zal het niet zijn. Vraag B. Men beschikt over een 10e molair oplossing van ammoniak in water. Toon de berekening aan dat de pH van deze oplossing 11,1 bedraagt. Gaan we doen. Ammoniak in water. Ammoniak is een base, een zwakke base. Stelt zich in water dit evenwicht in. Er hoort een KB bij en de KB is gedefinieerd als de concentratie van de ammoniumionen vermenigvuldigd met de concentratie van de hydroxideionen gedeeld door de concentratie van de ammoniakmoleculen. En die is gelijk aan 1,8 keer 10 tot de min 5e. Dat haal je uit je binas. Wordt het tijd voor een brekschema? Dit wist ik. Dat heb ik even hier neergezet. Het brekschema. Je noteert hier de reactievergelijking van het evenwicht, molverhouding eronder. En bij de B zet je de beginhoeveelheid. Het ging om het berekenen van een 10e molair ammoniak. Dus het begint met een 10e mol NH3. En het volume is dan 1 liter. Nou, in het begin is er nog niks geïoniseerd. Min X reageert er weg van ammoniak. Dat levert plus X aan ammoniumionen en plus X aan hydroxideionen. Hou ik hier over 0,1 min X. Daar X en X. En omdat het volume 1 liter was, het ging om een 10e molair ammoniak en 10e mol in een liter, zijn ook de concentraties hier gelijk eigenlijk aan het rijtje hier bij de E. Dan gaan we invullen in deze KB. Het ammoniumion vind je hier, X. En OH- is X gedeeld door NH3. NH3 is 0,1 min X, zie je hier staan. Nou, X keer X is X². Dan gaan we deze vergelijking oplossen, want in feite staat hier dus x² gedeeld door een 10e min x is 1,8 keer 10 tot de min 5e. En deze x die gaan we nu verwaarlozen ten opzichte van die 0,1. Dat mag als x een heel klein getal is. Gaat die eruit? Kan ik deze 10e naar de andere kant brengen? X² is 1,8 keer 10 tot de min 6e. Dan staat hij nog even. En dan kun ik x berekenen. Door de wortel te nemen, ik neem de positieve waarde, x is 1,3 keer 10 tot de min derde. Dat is dus deze x, dat is die x. Dat is dus de concentratie van OH- op het moment van evenwicht. Dan kan ik de POA berekenen
door de min log van de OA min te nemen is 2,87. Dus de pH 14 min 2,87 vind ik 11,13. En je mag hier twee cijfers significant gebruiken. Twee cijfers achter de komma bij pH-berekeningen. Omdat de KB die gebruikt is uit twee significante cijfers bestond en deze zelfs uit drie. Dit was het antwoordmodel. Beetje slordig dat ze daar 0,1 neer hebben gezet, want elders gebruikten ze wel meer significante cijfers. We gaan verder. Men brengt met een pipet 25 ml van oplossing in een bekerglas en titreert met verdund zoutzuur. Dan meet men voortdurend de pH en die zet men uit in dit diagram. De pH is hier uitgezet tegen het aantal milliliter zoutzuur. Het eindpunt of het equivalentiepunt daar ligt bij een pH lager dan 7 en geef hiervoor een verklaring. Nou, wat gebeurt er tijdens die titratie? Je begint met een oplossing van ammoniak en daar wordt het zoutzuur aan toegevoegd. En tijdens die titratie treedt de reactie op tussen ammoniak en H3O+-ion. En pas hier, op het equivalentiepunt, zijn alle NH3-moleculen omgezet tot NH4+. Dus op dat equivalentiepunt krijg je uiteindelijk een oplossing van ammoniumchloride. Aha, en het ammoniumion, dat is een zwak zuur. En als je de pH berekent van een ammoniumchloride oplossing, dan ga je een pH berekenen van een oplossing van een zwak zuur. En dan zul je een pH vinden beneden de 7. Bij het equivalentiepunt was 20 ml zoutzuur toegevoegd. Bereken de molariteit van het gebruikte zoutzuur. Aha. We begonnen met 25 ml een tiende molair ammoniak. Dat betekent dat je begon met N is CKV, een tiende keer 25 keer 10 tot de min derde, hier maken we liters van, is 2,5 keer 10 tot de min derde mol ammoniak. Dat is je beginhoeveelheid. Op het equivalentiepunt is er net zoveel H3O+ toegevoegd als er aan NH3 aanwezig was. Dus op dat moment heb je ook 2,5 keer 10 tot de min derde mol H3O+ toegevoegd. En dat in die 20 ml betekent een concentratie van H3O+, aantal mol gedeeld door het volume. En dan vindt u 0,125 molair. De lijn in het diagram loopt tussen de punten A en B vrijwel horizontaal. Leg uit hoe het mogelijk is dat, ondanks het toevoegen van een oplossing van een sterk zuur, de pH hier nauwelijks daalt, nauwelijks verandert. Nou, we waren bezig met het titreren van een ammoniakoplossing. En hier, wanneer er nog geen zoutzuur aanwezig is, is eigenlijk al het ammoniak nog niet omgezet tot NH4+. Een heel klein beetje in verband met de ligging van het evenwicht van ammoniak als, met zijn gedrag als zwakke basis. Maar laten we zeggen, als er nog geen zoutzuur is toegevoegd, heb ik hier 100% nog van mijn NH3 intact. Op het eindpunt, hier op het equivalentiepunt, is al mijn NH3 omgezet tot NH4+. En ik had al mijn NH3 dan omgezet tot NH4+. En halverwege de titratie hier, nou, als dit 20 ml was, dan is dit 10 ml. Na 10 ml zit ik hier precies op de helft. Dan is dus de helft van het ammoniak omgezet in NH4+. En de andere helft is nog gewoon NH3. En hier op dit punt heb ik dus een verhouding van het zwakke zuur met zijn geconjugeerde basis in de verhouding 1 op 1. En dus heb ik hier een buffer. En het gedrag van een buffer is dat het de pH nauwelijks toegeeft. pH blijft vrijwel constant bij toevoeging van een zuur of een base. Men kan uit het diagram aflezen hoe groot de pH was op het moment dat 10 ml zoutzuur was toegevoegd, precies halverwege de titratie. De oplossing heeft dan een bijzondere samenstelling. Leg uit wat het bijzondere aan de samenstelling is van de getitreerde oplossing in vergelijking tot andere momenten. Daar hebben we het net over gehad. Hier precies halverwege
is de hoeveelheid NH3 gelijk aan die van NH4+, was het ideale bufferpunt. Dus de concentratie van NH3 was gelijk aan de concentratie van NH4+. En dat was voldoende voor dit antwoordmodel. Die waren ook juist. De pH halverwege de titratie blijkt 9,3 te bedragen. Bereken aan de hand van deze pH-waarde en het antwoord op F de zuurconstante van het ammoniumion. Nou, die 9,3 hadden we net uitgerekend, dat is die 9,26 van zojuist. De zuurconstante van het ammoniumion, even kijken, pH 9,3, als we daarvan uitgaan, dan betekent het dat de H3O plus concentratie 10 tot de macht min pH is 10 tot de macht min 9,3. Die zuurconstante die kunnen we behalen uit het evenwicht van het zwakke zuur Na4+, geeft plus H2O, H3O plus en Na3. En daar hoort dan een zuurconstante bij, de KZ van H3O plus concentratie keer Na3 gedeelde Na4+. En hier wordt gevraagd naar de zuurconstante van het ammoniumion, dus dan noteer je hier de vergelijking van het zwakke zuur van het ammonium. Ah, ik ga die 10 tot de macht min 9,3 hier invullen. En op het bufferpunt hier halverwege was die concentratie Na3 en Na4 aan elkaar gelijk. En dan zie je dus dat die tegen die wegvalt, wat je hier ook invult. Dus die kun je gewoon wegstrepen. Dus dan hoef je alleen nog maar in te vullen de waarde van H3O+. En die weten we. 10 tot de macht min 9,3. En als je dat uitrekent, 5 maal 10 tot de min 10e. Omdat ze hier in de vraag staat 9,3, is hier maar één significant cijfer. Bij pH kijk je naar significante cijfers achter de komma. Dus komt hier ook het antwoord in één significante cijfer. Oké, dit was hem. Bedankt.